Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van 11 minuten en 11 seconden. Vandaag aan tafel Patty Penders, PP van de PNP. Je zei het net zelf al. En Sonny Cornet. Sonny, welkom. Patty, welkom. Ja, goed. Waarom hebben we voor deze twee mensen gekozen? Patty heeft het vooral over wat eigenlijk allemaal wel doorgaat. En Sonny kan heel veel dingen vertellen over die niet doorgaan in de toekomst en die al niet doorgingen in het recente verleden. Sonny, voor de mensen die het niet kennen, vertel even, wat duizen ze allemaal? Nou, ik ben Sonny Cornet. Ik woon natuurlijk in Venlo. Ik ben werkzaam binnen de evenementenbranche. Zowel als discjockey als organisator van evenementen. Zoals? Stereo Sunday, waarbij ik verantwoordelijk ben voor alles wat met artiesten te maken heeft. Zowel achter de schermen als in het veurtraject, dus het boeken van de artiesten. En verder eigenlijk al jaren actief binnen de evenementenbranche. Wat nu dus heerlijk op zich aan leeft. Ja, zeg maar. En geboren als kleinzoon van? Piet Kamps. Zeker. En weer Piet Kamps zit de treut. En weer de treut zit tegenwoordig onder andere Patty Penders. Want Patty de Duizen natuurlijk niet alleen. Wat is die rol en taak bij de treut, om het toch even specifiek op te nemen? Ik ben de vormgeefster. Ik maak de treut zeg maar digitaal op en zorg dat hij naar de drukker kan. Ja, want daar is heel positief nieuws over te vertellen. Hè? En ja. Is het iets van al die dingen die niet doorgaan en wat niet meug en wat niet geit. De treut geit gewoon door. De treut komt er, wie dan ook. Ja, zeker. De treut komt er. En het tipje van sluiers en zo natuurlijk allemaal. Bij wie ziet je? Ik zal maar zeggen dat we al een stuk op weg zien. Hè? Dat moest ze dan zeggen. Ja. Maar ook voor dich is het natuurlijk in een andere tijd. Hè? De treut is normaal ook gevuld met de actuele foto's van de dingen die in het vuurtraject gebeurd zijn. Die gewoon allemaal of gaan eten of misschien in een hele beperkte vorm door. Wat loopt ze door tegenaan? Nou ja, we beginnen altijd in de treut met de evenementen die geweest zijn. Een Noordhofbal, die zijn dit jaar geweest. Dus die komen er gewoon in. Ja. Dat hebben we. Ja, en dan verder inderdaad precies wie ze zei. De evenementen die zouden komen, zo ieder jaar, dat gaat dan niet in verschijnen, want dat gaat niet door. Dus we kregen dit jaar een treut van 11 pagina's? Nee, zeker niet. Want wat ruimte is, is ook ruimte voor nieuwe onderwerpen en andere zaken. En andere zaken, goed. Dat gaat wel door, Sonny, ja. Dus eerst, ik ben organisator van diverse dingen. Wat zien die diverse dingen? Dat noemen ze al Stereo Sunday. Ging niet door, hè? Nee, het ging niet door. En daar ben je bijna een jaar lang ook naartoe aan het werken. We starten meestal qua voorbereiding. Het vindt plaats in juli natuurlijk, de eerste weekend van juli. En we beginnen meestal halverwege september, begin oktober, beginnen we eigenlijk met de organisatie ervan. Te gaan kijken van wat ze er volop ingezeten. Ja, dan hadden we er nu volop ingezeten. En nu is het allemaal wat rustiger. Natuurlijk, de toekomst is sowieso onzeker van of in 2021 of het volledig door kan lopen. We gronden vanuit van wal natuurlijk. Hè. We moesten toch positief vooruit kijken wat dat betreft. En eigenlijk hebben we de editie van 2020 verplaatst naar 2021. Dat is vooral het zomer/najaars gebeuren. Maar dat is natuurlijk ook nog een stuk in het winter en in het skiseizoen om het zo maar eens te nemen. Zeker. We zijn natuurlijk verantwoordelijk voor een of andere Duitse DJ. En dat leed ook inderdaad vanaf maart eigenlijk, waarbij we midden in het winterseizoen zoten. Loog dat uiteindelijk. Want je was gewoon on tour met het ganse circus, neem ik aan. Ja. Was hoed ze toen Rutte zei, we trekken de stekker eruit? Toen zat ik nog in Nederland, maar toen stonden we op het punt om Noordstreek te vertrekken inderdaad. Ja. Dus kwam abrupt een einde aan het... Ik ben naar Ischel mee gekomen. Nee, gelukkig niet. We zeggen het nu lachend, maar ik bedoel, de zeerzitter, de afgelopen jaren al die feestjes en partijen gedraaid. En gedaan. Nederland Stereo Sunday, wat boete is en wat voor heel veel mensen wat beter te verspreiden is. Mm. Maar daar is natuurlijk ook in de bommenvolle hallen gestoord. Absoluut. Ja, als er nu kieks oktober is natuurlijk normaal een topmond en dampende feesttenten waar de condens bijna van het plafond afkomt, zeg maar. Ja, dat kunt ze zich op dit moment even totaal niet voorstellen. Het ligt natuurlijk ook volledig stil, maar dat slecht geventileerde tenten, zalen, nummer allemaal op. Ja, kijk, boete misschien wat toegankelijker en misschien toch wat makkelijker te reguleren. Niet. Maar binnen weer toch wat lastig inderdaad, Patty, wanneer hoort sticht dat het wel allemaal doorging? Is er een moment geweest dat er binnen de organisatie gezag wordt van
als er dan al die evenementen binnen de vastelovend niet doorgaan, is er een moment geweest dat er getwijfeld is of er een treut moest komen? Nee, dat was het enige wat constant gezegd is, die treut die komt er. Maar dat, ja, dat heeft niks met een evenement of wat te maken. Hè. Dat kan gewoon gemak weren, ja. Wie dan ook. En een invulling kan ze ook altijd verzinnen. Ja, misschien nou wat minder foto's van Boerenmoesbal en het Hofbal. Maar ja, daar kunnen we wat anders moois truc voor verzinnen. Ja. En de zijs van, er bestaan ook ja, nieuwe kansen en mogelijkheden. Daar had ze het erover dat je misschien nog nooit aan denken ziet over een bepaalde invulling. Moest ze er al wat over vertellen? Nou... Kijk, een uitdaging is, op de cover hebben we nou de afgelopen jaren steeds de hoerigheid gehad. Een ja. Foto van een hoerigheid. Ja. Dat gaat niet lukken dit jaar. Nee, want er komt geen nieuwe hoerigheid. Dus door zien we mij bezig om door een invulling aan te geven, ja... Het is een unieke treut. Ja, ja. Het is een unieke treut. Alles uniek. Wat ze nou doen is ja, uniek. Is voor lang en voor de toekomst. Kijk, ook bijvoorbeeld de Vastelovensdag zelf was normaal. Dus die foto's maak ik voor de treut van volgend jaar van de optocht. Dat soort zaken. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat er toch mensen de straat op gaan en iets gaan doen op een gepaste manier. Ja. En dat is ook leuk voor de treut van volgend jaar alweer. Wat er ook gebeurt, de crisis twee unieke treuten absoluut, als het ware. Ja. De treut in de aanloop van naar de Vastelovend van 21 die niet bestaat. Ja. En de treut van 22 die truc ik op de Vastelovend van 21 die een ganz andere vorm heeft gekregen. Precies. Ja, dus nou, dat ja, we twee jaar creatief zien. Dat is dan ook wel toevertrouwd met het signalen. Voor dit is het geen hobby, hè? Dat Stereo Sunday en dat DJ gebeuren. Het is gewoon die baan. Ja. Dat betekent dat het vanaf half maart geen werk meer is. Ja, dat klopt. Dat klopt. En als we dan even creativiteit hebben, dan moesten we op een gegeven moment inderdaad door gaan denken. Maar ja, ik stond nu eigenlijk weer truc voor de klas. Want daar dus, stond ze ooit. Ja, ik was werkzaam als gymleraar. En ik heb twee jaar geleden heb ik de kans gekregen om door met het evenementen gebeuren aan de slag te gaan. En die kans heb ik met twee handen aangenomen. En dat liep in een trein. En dat ging eigenlijk dit jaar, als u wat dat betreft, u... De knaller weer. Ja, de knaller weer. Alleen het waren een iets andere knallen, zeg maar. Dat staat even in de nieuwsgaas. Ja. Dus, ja, goed. Maar goed, fijn dat ze trucjes kunnen vallen op datgene wat ze er veel met veel plezier is. Ja, ja. We zeiden in het intro al, kleinzoon van de legendarische Piet Kamps, durf ik te zeggen. Zeker. Iets om heel gerust te zien natuurlijk. Ja. Nu heeft ze een bijna andere Venlo's legendarische achternaam, Cornel, maar deze heeft een ding met een haat. Af en toe vergeet er in het Venlo's natuurlijk. Maar ja, de kleinzoon van Piet. De eerste vraag die hij net stelde, verder begon ze me opnemen. Ben je in het gelukkige bezit van een eigen Piet Kamsje van zichzelf? Zeker, de community tekening. Ja, daar stond ik in een voetbal tenuke, stond ik daar inderdaad op de voorkant. Ja, mooi man. Ja, Piet Kamps, het begint te glunderen van hoor tot hoor. Is dat een tekening van zichzelf, van Piet Kamps? Nee, helaas niet. Nee, daar heb ik wel echt wel eens over nagedacht van. Dat ik dit echt jammer vind. Dat ik dit, in ieder geval niet meer heb samen kunnen werken met Piet. Maar mijn pap die heeft ook een paar jaar de treut gemaakt. En deed hij dat samen met Piet Kamps. Dus hij is wel eens bij ons toes geweest. En ik heb deze wel een heel klein beetje leren kennen. Maar ja, als kind... maar voor Smik vertelt iedereen dat in Venlo. Maar als kind keek ze door die treut in. Ja, en keek ze naar die tekeningen van die opa. Dat is super gaaf. Ja, nee, het is heel trots op te zien. Ja, fantastisch. Ja. Fantastisch. Patty, voor de schier naartoe kwam, zei ze... Ja, ik moest nog heel even snel wat versturen. Want er loopt nog wat anders, hè? Ja, want nog iets wat ook doorgaat. De cd. De opnames die zijn volgens mij ook zeer recentelijk geweest. Ja, met de winnende liedjes. Ja, dus die komt er ook gewoon op. Gemak door? De cd, de tekening. De tekening, ja. Ivo Nellissen. Ja. De cd-hoes de albumhoes getekend. Ja, en ik maak dat dan samen met hem digitaal. Ja. Dus we zorgen samen dat ontwerp klopt. En dat leed ondertussen net, is net nog een drakker gestuurd? Nee, nog net niet. Even nog controle. Oh, binnen de commissie geek of alle dan moet de rol even naar kieken, denk ik. Precies, zoiets, ja. Ja. Dus, maar ja, dit is Horskloor. Dan ga je deze week naar de drukker. Dus we hebben een treut. We hebben een album. We hebben liedjes. Patty zei net al, ik verwacht dat er best wel mensen toch stiekem wat gaan doen. Een beetje boeten, een beetje kieken. Wat denk je, Sonny? Ik denk dat de Vastelovend zit in het bloed. En het bloed geeft vanzelf ook weer
Ja. Het gaat beginnen weer wat harder struimen zodra richting die dag komt, denk ik. Ja. Dat er iedereen wordt geld. En als we het dan even creativiteit hebben, denk ik dat mensen ook alweer creatief gaan zien binnen hetgeen van wat binnen de linkjes op dat moment zumeugen. Ja. En al is het toes, foto's kunnen gedeeld worden. En het zal, het, ik zeg niet dat het een online vastloon wordt, maar ik denk dat er toch dingen gaan gebeuren. En foto's gemaakt gewoon weer voor de eeuwigheid. En die zien we dan in de treurt van twee keer 11 trucken van 2022. Want ja. Raar is dat om daar nog al over te praten, maar dat is wel iets waar Stig al mee bezig is. Ja, ja, zeker. Dat denk ze al over nog. Van wie gaan we dat volgend jaar doen? Ja. Wie het vroeg kijken? Nou goed, dichtseers van vastelovend zit in het bloed. En dat geeft ze ook al aan, dichtseers van ik verwacht wat. Ja, in een van de allereerste uitzendingen van 11 minuten en 11 seconden, sterker nog, in de allereerste uitzending van 11 minuten en 11 seconden, zoet de Vossie en deze het. Wat er ook gebeurt, vastelovend gaat gewoon door. Het buurt gewoon vastelovend. En wie we dat gaan vieren, dat weet ik niet. Sonny, dankjewel dat ze er was. Patty, ook bedankt dat ze er was. En bedankt voor alles wat ze gedaan heeft. Ja, op weg naar een treurt, naar een album. En ook gewoon naar de vastelovend van 2021. Dankjewel.